jongens, ik ben de Dennis, aka Denske. En vandaag voor jullie episode 14 van GTA 5 Online Adventures. En zoals jullie als eerste kunnen zien, dit is dus mijn Turismo R. En je zult misschien wel denken, hoe de fuck heb je dit voor elkaar gekregen? Want in episode 13 was je broke. En dat klopt, ik heb laatst een cashback gekocht. En voor de mensen die willen weten welke ik heb gekocht. Ik heb volgens mij de White had ik gekocht, die was 15 euro, kreeg je 1,2 miljoen. En ja, die had ik gekocht en ik heb er al heel veel geld voor opgemaakt. Dit ding kost al 500.000. Verder rest heb ik hem getuned, kost ook iets van 300.000. Verder rest heb ik nog een andere auto gekocht, ik heb een ander ding gekocht. Uiteindelijk heb ik nog 306.000 over. Maar in ieder geval, hey, rondbel. We gaan even kijken hoe die mensen aan het doen zijn, want volgens mij er zitten best veel mensen in deze lobby. Volgens mij ze zijn zoiets aan het doen, want ja, what the fuck doen die mensen anders dan altijd. En anders ga ik waarschijnlijk ook eventjes een race starten. En dan gewoon een race met andere random mensen. En voor iedereen die tussen met mij voortaan GTA wil doen, ik zou zeggen, hou mijn Twitter in de gaten. Vanaf nu ga ik proberen iedere keer als ik GTA speel, om het op Twitter te plaatsen. Dat je kan zien van, hey, Dennis speelt GTA. Je kunt dan dus de crew joinen. En dan als je gewoon lang zat probeert, dan kom je waarschijnlijk al in mijn lobby terecht. Dus dat is eigenlijk een klein beetje het idee. En ik zie een bounty. En niet dat ik die bounties echt nodig heb, maar we gaan toch eventjes heen rijden. Want het is niet heel ver weg. Nee, het is er heel dichtbij zelfs. Hopelijk zit hij niet binnen. Pak even ander wapen bij. Oh shit, nee. Zo irritant. Nee, jezus, weer. Ik wil die Uzi. Iedere keer, of micro SMG, whatever. In ieder geval, iedere keer als je er al voorbij bent, dan moet je weer helemaal overnieuw. Dan moet je echt op verzinnen en iemand vliegt er in een jet over mij heen. Fucking badass. Ik heb ook nog een gameplay met een jet. Eigenlijk moet ik een keertje uploaden. Maar die... waar zit hij? Hij is... Oh, hij staat hier gewoon. Lol, really? Dennis, what? Oh, serieus. Effa, ik zie het even af. Want ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ik weet niet of dat die bounty... Oké, mooi. Ik krijg nog punten voor ook. Die mensen staan er gewoon random stil. Niemand schiet erop. Oh, iemand was niks voor mij met de chat. Of lijkt het maar. Oh nee, die dingen vliegen natuurlijk snel. Die zijn snel weer op de kaart. Dus, nou, dat was even snel. $1000. Ja, ik was in de buurt. Denk handig geld. Wat geld op zak. Ook al rekening is. In ieder geval, ik weet niet hoe jullie deze auto... What the fuck? Krijg ik ineens veel politie, zeg maar. Ik weet niet wat jullie van deze auto vinden zoals ik hem hier heb staan. Met dat blauw en met dat wit. Ik vind hem echt fucking awesome. En ik heb hem ook blauw met rood gehad. En ik heb, weet ik wel, heel veel verschillende kleuren gehad. Maar dit vind ik echt de vetste. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie ervan zeggen. En... Ah, dit moet mooi zo doen, hè? Mooi groen achter ons, mooi voor thumbnail. Nou, in ieder geval, er zit politie achter me aan. Die wil ik even afschudden. En dan gaan we zo meteen eventjes restarten. Misschien dat ik ergens nog een wingetje kan overvallen. Oh, zie die! Dat was wel badass. Dat scheelde wij niet. We gaan hier naar links. Ik ben nou level 78, want best wel random. Ik ging level up en toen stond er ineens een beeld van, hey, gefeliciteerd, je kan een RPG. Toen ging ik naar die wapenwinkel toe. En toen kon ik helemaal geen RPG, dan kon je pas bij level 90 of zo. Dus ik ga even kijken of dat nou veranderd is of dat dat gewoon random was. Want ik zweer dat je daar in beeld kwam staan van, hey, gefeliciteerd, je hebt RPG. Dus dat, hey, chill. En toen stond, nee, grapje. Trouwens, misschien nog handig om te weten. Heel veel mensen die vroegen laatst van, hoe kan het dat ineens de Tommy Gun, oftewel de Sweeper, weg is? Nou, hij is er dus weer, dus mocht je dat ding missen, hij is er weer. Je hoeft hem niet te kopen, hij staat er gewoon bij dus. En... ah, jammer, ik had gehoopt van RPG, want ik zag ineens ding. En level 100 zelfs, er gaat nergens over, man. En heb ik ammo? Ja, ik kan heel veel geks kopen. Dat pistooltje, F-pistool. Oh, wacht, die zal natuurlijk helemaal gepimpt en alles. Sweeper. Nee, ik kan nog steeds dat ding niet, die RPG. Ik vind het echt jammer, ik had echt gehoopt. En die sniper level 90. Dat ding is zo badass, hè. Maas mij heeft nu ook die sniper. Dat ding moet zo fucking sterk zijn. Ik denk dat het een hele saaie lobby is om hier free roam in te doen, want niemand doet er, er gebeurt niks. En er zitten best wel mensen in, kijk maar, dus ik ga denk ik toch zo meteen even een race zoeken. Het beste is eigenlijk altijd die random dingen, zeg maar. Als je gewoon random aan het spelen bent, dan ga je altijd van die gekke dingen meemaken. Helaas speel ik dan toch daarvoor te weinig GTA. Want laatst had ik wel één keer iets fucking vets en dan record je weer niet ofzo, hè. Dat is zo stom. We hebben de gameplay wel gerecord, maar het was niet live record, zijn we met commentary erbij. En er komt iemand aanrijden, ik weet niet, oh wacht, ik ben daar. Ik ben benieuwd zodat ik afslaan. Want dan komen ze achter mij aan. En daar hoop ik in principe wel, even kijken, als ze daar afslaan, dan weet ik genoeg. Zie ik ergens nog... nee, ze rijden. Zie ik ergens nog iets wat kan overvallen? Volgens mij nergens hier in de stad. Dan moet ik helemaal richting hierboven. Je kan er eentje over. Oh, twee. Sweet. Drie. Holy fuck. Dat is een feest. Oké, we gaan even die ding overvallen. Heb ik zin in. Just because I can. Oké. Ik ben benieuwd hoeveel ik uit die kassa
kan plukken. Want de laatste keer dat ik het ding overviel, deed ik dat fout volgens mij. Want ik kwam gelijk schieten naar binnen. Nou, wacht trouwens even, ik zag net nog iets. Toen ik daar stil stond. Even teruggaan. In ieder geval, ik ging al het schieten naar binnen. Want dat moet in de campagne bij kledingzaken. Alleen, ja, je moet het natuurlijk niet doen bij dingen die je al kunt overvallen. En ik zag net trouwens dit staan, dus ik ging eigenlijk niet naar binnen. En dat doe ik zo meteen wel, maar ik reed weer weg. In ieder geval, ik ben benieuwd. Kan ik... Oh, ik kan hier niet eens naar binnen. Oké, nou, dan weet ik het ook weer. Het lijkt er echt op dat je daar naar binnen kan. Dat je gewoon naar binnen kan kijken en zo met een glas. Dus misschien dat er ooit iets is voor toekomstige DLC. Wie weet, hopelijk. Ik hoop het echt. Dat zou zo fucking awesome zijn. Maar ja. Op zich volgens mij nog best een heel ritje die je moet rijden nou. Maar we hebben een snelle auto, dus daar moet we goed komen. Wel chill dat er echt 3 op een rijtje zitten. Dat is best wel epic. En ik moet hem... Nee, hoppakee. Free room, wat, alles. Maakt niet uit. Oké. Okay. Rechte stuk dalen, kunnen we mooi blazen. En dan kijken of ik de ijzeren race kan vinden. Want ik heb de laatste keer gekeken voor Team Deathmatch. Ik wil graag Team Deathmatch doen. Maar ik heb echt een half uur in die lobby gezeten. Toen startte de match en toen werd ik uitgekickt. Denk ja, hey, dat ga ik echt niet nog een keer doen. Misschien als ik een keertje mijn internet kabel in de PlayStation daar. Want er stond iets van netwerk, bla 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 bla. Dus misschien dat het eraan lag dat ik op wifi speelde. Want ik heb een internet kabel, maar die zit eigenlijk altijd in mijn PlayStation 4. En ik heb nooit echt zin om dat ding te wisselen. En ik heb maar één. En ik moet er eigenlijk iets bij kopen, dat is zo gedaan. Maar ik ben daar te live voor. En dit ding gaan we over. Hoe gaan we het doen? Ik wil eigenlijk met een shotgun, maar ik ga toch met de Tommy gun. Dat is toch wel sick. Hallo meneer, hallo. Geef me even alles wat je hebt. Come on! Volgens mij schiet iedereen altijd op die flessen die er staan. Dat is gewoon... Ja, dat moet je gewoon doen. Kijk, één kogel, al die flessen die springen, al alles in de omgeving. Come on, schiet op man. Ik heb niet heel de dag de tijd. Come on, ga dood. Soms dan zit er nog meer... Oh, 2000. Soms zit er nog meer in die kast, maar volgens mij nou niet. Oké. Let's go. We gaan naar de volgende. Dan moet ik wel snel zijn, want ik wil ze eigenlijk allemaal achter elkaar doen. Ook heb ik nou al politie achter me aan, dus dan moet ik al godsgruwelijk snel zijn. Hopelijk zien ze mij hier nou niet heel mooi oversteken en recht op die auto. Waarom? Oh, ik wil die roest... Oh, jammer. Ik wil die geroeste auto, maar er zat er geen wiel onder. Dammit. Zit ik nooit mee. Oké. Ik heb perfect neer hier. Ik heb 3 sterren, maar dat kan niet kwaad. Come on, laat maar erdoor. Hallo. Waar de fuck is die vent heen? Oh, hallo. What the fuck? Nee, waar ga je heen? Klootzak. Dat was fucking random. Zo. Hier niet? Nee, oké. Ze hebben niet heel veel verdiend vandaag. Oh, daar ligt toch geld. Echt precies een ding. Yay, $100. En als hij doet, dan komt er 2000 uit zo. Ik denk dat ik nou een beetje een probleem heb, want ik zit nou een beetje vast. Werkt die ATM hier eigenlijk? Oh, die werkt hier gewoon. Lol. Nou. Eventjes op de bank zetten. Rust, jongens. Rust, ik blijf even buiten staan. Niks aan de hand. Ik eventjes, wat? Oh, shit. Nee, ik had hem... Nee. Nee, wauw. Godverdomme. Dat was ook niet de bedoeling. Ze kunnen gewoon naar binnen schieten. Dat is vrij logisch, maar dat had ik niet verwacht. Want normaal doen ze dat niet echt, volgens mij. Wat? Nee. Waarom mijn auto is in beslag genomen? Oké, fuck die auto. We pakken een nieuwe. Mechanic. Als hij maar even iets anders komt brengen dan. Hij staat nog wel op de minimap. Ja, maar hij staat wel op de minimap. Die kan hij dan niet brengen. Maar ik, nou, vind het gek. Oké, welke zullen we pakken? Hey, dit is allemaal niet veel. Dus we gaan voor de... welke zou ik pakken? Ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Waarom ook niet? We pakken een keer een Bugatti. Doe dat maar, ja. Het stomste van alles is nou, als ik nou hier wegloop en ik ga hier staan, dan brengt hij hem naar de plek waar ik net stond, als goed. Dus dan staat hij daar ook daar ergens. Ik weet niet 100% zeker, maar dat is meestal wel... Come on! Oh ja, ik kan er niet slaan. Je ziet hier nou stil onder. Zo random gewoon. Oh, je was zo random. Oh, wacht, ik wou die auto, hè, die silvetter. Oh, daar zaten geen wielen onder. Nee. Kan ik helemaal niks mee. Nou, pak ik maar die goedkoop Gatti, rommel allemaal. Psst. Hoe kan het ook? Dit is de laatste die ik kan doen. Die hier, die zijn eens random verdwenen. Misschien omdat ik daar net al een keertje over heb gedaan. Dat ze dachten van, oké, we blijven wel even een weekend dicht. Of een dag, whatever. Zou kunnen. Ook hebben ze niet heel veveel verlies geleden. Want ik had maar $98 meegenomen. Dus niet janken. Oh, hoppakee. Precies dus door. Let's go. Fucking veel vrachtwagens hier. Echt fucking veel. Ik had laatst ook echt een super vet iets en dat was, ik zat in een vrachtwagen, ik had een bounty.
En echt allemaal mensen kwamen achter me aan met helikopters en met jets en shit, stortten allemaal over me neer en zo. Als het goed is heb ik die gameplay nog. Dus die krijg je nog wat zien, alleen zonder commentary. En hallo, geef me alles wat je... Waarom hebben ze gelijk die 3-sterren politie, jongen? Come on, werk door, jongen. Ja, dat gaat sneller. Jezus Christus, man. Hup, hup. Oké, je wordt niet per uur betaald, maar iets sneller mag wel, hè. Let's go. Oh, 4000. Hey, dat doen we netjes. Hey, sorry voor dat, man. Ik kan niks doen. En daar ligt nog iets. Oké, okay, 51. Voor $51 heb ik die vent doodgeschoten. Dat is best wel triest. Maar weet je wat ik hem geef? Helemaal niks. En dan gaan we heel snel hier weg. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Als ik nou een RPG had, dan had ik gelijk de hele tijd teruggeschoten. Ik heb nou een kneedlaus, ik kan hem nog wel, maar... Fuck it, we gaan even ontsnappen met een Bugatti. Dat moet lukken. En nee, zit die ding, dit stuurt echt voor gemeten. Ik stuurde vol naar links. Of naar rechts, wat deed ik? Ik weet niet meer. Maakt niet uit. Whatever. Oh shit, politie. Hop. Ik weet nog steeds of dit wel echt de snelste auto is of niet. Want volgens mij is die... die... Hoe heet dat andere ding ook weer? Intinity, die is volgens mij wel sneller dan dit ding. Mop, mop, mop. Eigenlijk, oh shit, eigenlijk wil ik nog een keer een vrachtwagen. Dan ga ik proberen van de politie te ontsnappen met een vrachtwagen. Maar ik denk dat het echt niet eens mogelijk is om dat überhaupt te doen. En een spike strip. Alsof ik die niet zag. Noobs. Ja, oei, die kerel, ik weet ook niet wat die... Nee, nee, holy shit. Wow, holy fuck. Die was zo awesome. Die was zo awesome. Ik had niet verwacht dat ik daar... Dat ik dan zou overleven. Die kreeg vol op de pompstation in. En volgens mij is die hier wel off the radar. Is hij geliefd? Ik dacht serieus dat hier iemand... Er was net hier wel iemand. Ik denk die zou off the radar doen. Oh, waarom ga ik eigenlijk richting een lege basis? Niet heel erg tactisch, denk ik. Oh, holy fuck, wat ik daar overleefd. Dat was zo sick. Dat was echt sick. Damn. Wat ik jammer vind trouwens, is dat je niet onder die vrachtwagen zo kan. Hebben ze dichtgemaakt. Zou zo vet zijn als dat kon. Oh shit. Wat doe ik? Als dat komt, dan zou ik dat iedere keer doen. En wat ik hier van plan was, vraag ik me niet, want ik weet het niet eens. Mom. Ik weet niet waarom, maar dit doet me al denken aan Fast and Furious. Zo je moet afrijden, zo'n politieauto, dan zo. Dat is volgens mij even Fast and Furious 1. Jezus, laat me er langs. Dat hij zo recht een politieauto afrijdt en dan zo'n dikke actie doet. Oké. Okay. Ja, ik weet nog niet waar we heen moeten, want kan ik? Ik wist niet eens dat ik hier links kon. Oh, wacht, dat is een zandpad. En rechts, daar is misschien niet op taxis. Wacht, dat kunnen we proberen. Of heb ik dat al een keertje eerder geprobeerd? Te ontsnappen door middel van zo'n jet te jatten. Misschien ga ik dat gewoon nog een keer doen, want... Ik zie het toch niet gebeuren dat ik dit... Oké, ik kan eigenlijk makkelijk overleven. Maar ik wil het gewoon een beetje spannender maken. We gaan gewoon die lege baas in proberen ondertussen gelijk een jet te jatten. En dan is dat gewoon de meest epische... Weet ik veel... winkeloverval die er ooit is geweest. Ook nog ontsnappen met een jet die gejat is uit de lege basis. Weet je, dat kan het er niet meer. En holy fuck, ik ging bijna over de dingen heen. Ik denk dat ik een probleempje heb, want ze zullen zo meteen wel een paar tanks op me afsturen. Hopelijk zat hier ergens een jet, ergens in de buurt. Dan zou het allemaal net een stukje makkelijker maken, maar nee, toch net niet. Hey, jawel. Perfecto, perfecto. Oké. Okay. Let's go. Zo heel veel tijd heb ik niet. Let's go, let's go, let's go. Nee, nee, wat zeg ik nou? Ik heb niet veel tijd, hoef ik niet over te gaan lopen. Weet je wat, die Bugatti mag je houden. Die zal evenveel kosten als een jet. Nou, dat sowieso nooit, want een jet die kost fucking veel geld. En nog steeds snap ik niet waarom je altijd op dat ding trapt. Ik snap dat nog steeds niet. Let's go, let's go, let's go, let's go. De laatste keer dat ik hier ontsnapt was, kreeg ik jets achter me aan. Ik snap nog steeds niet waarom dat was. Oh, shoot. Dat was fucking close. Holy shit. Oh, damn it. Oké, ik weet niet wat daar allemaal vandaan kwam. Volgens mij, hier, achtervolgen me nou. Ik zie zo snel niks. Maar ik weet dat de laatste keer werd ik achtervolgd door een jet. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik zie nou niks. Ik moet wel goed voor me kijken dat ik daar niet eens aanvlieg. En ik zie daar iets knipperen. Ik denk dat het die politiehelikopters zijn. We hebben in ieder geval een jet gehad. Yay, wat leuk. En dat is die politiehelikopter. Wacht, nee. Ja, jet. Oh shit, nee, weg. Weg, weg, weg. Kap. Nee, weg. Weg, 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 weg. Oh, nee, nee, nee. Oh, shit. Nee, nog een. Nee. Oké. Okay. Get out of here. Get out of here. Oké, okay, what the fuck. What the fuck. Ik deed parachute open. Ik zweer het je. Maar dat was het. Ik snap nu steeds niet waar die jets vandaan komen. Ik wou de ding uit de lucht schieten, maar ik wist niet hoe ik die minigun kon veranderen in raketten.
En Time of Sword, helemaal leuk. Maar in ieder geval, ik denk dat ik het hierbij laat. Want ik ben toch al een kwartiertje bezig met mijn telefoon hier net af. Ik zet altijd timer op mijn telefoon. Want je weet nooit echt hoe lang je bezig bent met GTA. Want bij Call of Duty kun je bijvoorbeeld zeggen een match of twee matches. Dan weet je wel ongeveer hoe lang dat duurt. Alleen GTA is gewoon zo random. Je weet nooit hoe lang je bezig bent met iets. In ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Die GTA race, die houden jullie nog te goed. Dus ik hoop dat jullie dat leuk zullen vinden voor waarschijnlijk de volgende video. Maar als je deze video leuk vond, laat eens met een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.